Ja, dat is prima. Jij volgt alleen maar de actualiteit. Als er iets in de actualiteit is, dan commentarieer je uit. Je maakt geen enkel ruzie. Je doet gewoon helemaal niks authentiek of origineel. Deze twee hebben geen verkering, dames en heren. Maar... Ja, deze meneer weet niet waar hij het over heeft. Hij bekijkt die weblog nauwelijks, denk ik. Nee, wacht even. Laat mij dan ook praten. 12 seconden heb je. Ja. 12 seconden. Wij doen van alles met die actualiteit. Dat is ook een doel van de weblogs. Dat je je eigen blik geeft op de werkelijkheid. En dat het doet mij zeker op een hele originele manier. Ik denk dat je gaat winnen volgend jaar, Michiel. Ja, dat hoop ik ook. Maar niet alleen volgend jaar. Als er iets in de Volkskrant heeft staan en dan het opvolgen, dat is geen kunst. Maar hetzelfde thema maken binnen de weblogs, dan ben je een kampioen. In ieder geval heel hartelijk bedankt. Ik denk dat je in ieder geval morgen in de krant staat, Michiel. Voor deze beide heren een groot applaus, alstublieft. Ja, even op het papier. Hartelijk bedankt. Natuurlijk.